Een hele goede avond en welkom bij de laatste aflevering van Fashion Nation, de show over de modebiennale. De afgelopen twee uitzendingen hebben we het gehad over onder andere de Arnhemse ondernemers, modeshows, tentoonstellingen en alles eromheen. Maar de biennale draait natuurlijk om één ding en dat is mode. In deze uitzending schuiven Jill Wanders en Dennis Bijleveld aan. Twee afgestudeerde mbo-studenten van de fashionopleiding van het Rijn-IJssel. Vergeet ook niet om op het tweede scherm mee te kijken naar onder andere foto's, extra informatie en natuurlijk Twitter. En zoals u van ons gewend bent, gaan we beginnen met het nieuws. Zo Michel, wat is er gebeurd en wat staat er nog te gebeuren? Wat er is gebeurd, heel veel en er staat ook nog heel veel te gebeuren. De biennale is nog steeds bezig en in Huis Ziependaal is een van de hoofdexposities. En het gaat eigenlijk over mannen. Okay. De expositie heet Fashion Nation en in die expositie zie je eigenlijk een soort mannen. Wat ze hebben met onderbroeken, riemen, jassen, dassen, noem maar op. Alles van mannen. De expositie is vormgegeven door het kunstenaarsduo van Ravage. Okay. En als je op moa.nu kijkt, is de één recensie die er echt uitspringt van één bezoeker. En die zegt dat je hem echt moet kijken. Wij zijn al eventjes geweest en hebben er wat foto's van. Die gaan we even bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken of ik ook over te halen ben om dit te gaan kijken. Oh, het heeft een beetje een ouderwetse uitstraling. Ja. Waarschijnlijk is dat van vroeger nog. Het begint weer een beetje terug te komen, inderdaad. Dit is al een beginfoto naar een redelijk rare expositie qua opbouw eigenlijk. Ja, dit is weer heel... Excuus, of er is... We gaan door. Het stond namelijk op tafels als expositie tentoongesteld. Stropdassen. Ja, typisch man, toch? Ik vind het er inderdaad wel bij passen, absoluut. Hier is gewoon een kledingkast ontploft, dat is duidelijk. Het is te zien. Behoorlijk veel stropdassen, inderdaad. Het hele nette. Inderdaad, klassiek nette kleding eigenlijk, wat een beetje terugkomt ook. Wat ook weer behoorlijk geshowd wordt. Ah, kijk, hier hebben we de foto waar ik het net over had. Expositie inderdaad tentoongesteld op een tafel. Indrukwekkend om te zien. De Dutch Design Market, die wordt één keer per maand eigenlijk gehouden aan de Koningsstraat in Arnhem. Hierin laten diverse designers vanuit Arnhem hun ontwerpen zien. Verkopen het ook en dat is echt van kleding tot sieraden, tot tassen, riemen. Eigenlijk, ja, je kan het zo gek niet bedenken of het is op de markt te krijgen. Ik ben er ook even wezen kijken, dus daar hebben we inderdaad ook wat foto's van. Een beetje overdekt. Ik zie ook meteen het bloemetjesmotief terugkomen. Inderdaad, ook weer het ouderwetse inderdaad. En weer die witte kleding. Zelfs verschillende boeken over mode worden er inderdaad verkocht. De wat lichtere kleding. Dit is ook een typische manier van expositie natuurlijk, Nederlands. Ja, toch op een kunstzinnige manier weergegeven. Kledingrekken helemaal vol. Inderdaad een foto van een blog. Behoorlijk wat kleding, misschien net voor de expositie. Ik weet niet meer precies hoe die gemaakt is. Hier had jij een mooie beschrijving bij. Ja, eigenlijk, ja, het is niet echt realistisch. Maar wat je ziet is een soort van model, dans met model. In een fabriek waar eventueel de kleding wordt gemaakt. Uiteraard niet daar, maar het gaat om het beeld wat je erbij krijgt. Ik vind het er indrukwekkend uitzien. En zoals ik al zei, inderdaad de tassen, de riemen, de sieraden. En een beetje de kleur blauw, wat dan ook tegenover natuurlijk de witte kleding wat helemaal in is te zien is. Nou, nog een aantal behoorlijk volle kledingrekken. En dan gaan we nog even snel doorheen. Ja, ik had nog wat het modekwartier. Dat moeten we echt helemaal niet vergeten, want die doen ook gewoon nog mee. En zij hebben de 15e van deze maand hebben zij een expositie gehad en hebben ze de Nacht van de Mode. Dat is een jaarlijks evenement en dus niet zoals de MOBA een tweejaarlijks evenement. Okay. We waren eigenlijk benieuwd wat het was, dus we zijn even bezig kijken. Daar hebben we een filmpje van. Ik ben heel erg benieuwd. Het modekwartier. Tijdens de modebiennale kan de modegildersvijf van Arnhem natuurlijk niet stil blijven. En dat doen ze ook niet. We gaan een gezelligheid opzoeken, we gaan de muziek opzoeken. We gaan een kijkje nemen bij de Nacht van de Mode. Waar zijn we nu?
We zijn bij Annette Veerbeek. Ik ben stylist en ik heb hier een shop waarvan ik verkoop vanuit styling. Dus dan krijg je style en sell. Ik leen natuurlijk altijd voor fotoshoots en voor shows, maar ik koop ook wel eens wat en ik maak ook wel producten daarvoor. En die verkoop ik dan daarna hier. Wat is het atelier MKLW? Ja, dat is een spiritueel atelier waar ontworpen wordt en waar gewerkt wordt met energie. En dat noem ik chi. En chi is wel een algemene begrip, denk ik. Maar ik werk er nu ook op een andere manier mee. Dus ik ontwerp kleding ermee en ik geef les in Qineng Qigong. En dat is meditatie in beweging. Het is een project van de gemeente. Ziet u dat het molecultief bloeit? Ja, absoluut. Want ik heb het vanaf het begin wel meegemaakt omdat ik hier in de wijk al werkte. En ik merk wel, ik zit hier nu 3 jaar dan, maar sinds 1,5, 2 jaar is het echt gewoon aan het groeien. Er komen steeds meer ondernemers bij, ook horeca en ook een fietsenontwerper of de bakbar bijvoorbeeld naast ons. Of, het wordt steeds groter, leuker en meer. Zou je als het hart, het modehart van Arnhem kunnen zien? Ja, zeker weten. Absoluut. Ja, voor mij wel in ieder geval. Ja. En dan zijn we in Arnhem. Wat ik zo erg bijzonder vind is dat Arnhem zich nu profileert als de enige echte modestad. Nou, dat is een geweldige academie, dat zou ik niet ontkennen. Maar het feit is natuurlijk wel dat Amsterdam de modestad van Nederland is. En laat Arnhem dan een goede tweede zijn. Maar er is maar één echte modestad en dat is toch in het Westen. Tijdens het biennale zijn er natuurlijk een hoop plekken om heen te gaan. Maar wat maakt de Nacht van de Mode nou elk jaar eigenlijk zo speciaal? Nou ja, het is de bedoeling dat we natuurlijk met z'n allen ook laten zien dat we bestaan. En dat we op die manier ook samenwerken. Dat we een soort vuist maken tegen de eenheidsworst van het centrum, van de blokker. En ik wil niet generaliseren, maar er is erg veel hetzelfde aan kleding en makelij. En wij zijn hier allemaal ambachtelijk bezig. Ik zou heel kritisch zijn. En misschien positief kritisch. Op het moment dat bijvoorbeeld bovenrestaurant goed, dat er de woorden Klarendal worden vervangen door modekwartier, dan heb je sowieso al een band met hetgeen wat hier is. En het hoeft, kijk, die kleine dingen hoeven helemaal niet veel te kosten. Ik zeg ook altijd, creativiteit hangt niet aan dat je subsidie ontvangt. Tuurlijk is dat goed om ook mensen te stimuleren, maar het is niet de nummer 1 om creatief te zijn. En als je zegt van, ja, heeft dit potentie? Ja, dat. Dan zou het modekwartier wat meer moeten worden vertegenwoordigd in de binnenstad. I love Arnhem. It's a really great city to live. I don't regret anything. A true fashion city? Yeah, a real fashion city. Yeah, fashion and art city, for sure. De modebiennale keert elke 2 jaar terug. Maar hier niet, want hier blijft zij leven. Met een gezellig en overvol modekwartier wens ik een hele goede avond. Op de biennale vind je een hoop werk van designers. Bij exposities en op de catwalks komen ontwerpen van tientallen succesvolle ontwerpers voorbij. Bekende ontwerpers, nieuwe ontwerpers en ook ontwerpers die wij zullen gaan kennen. 2 daarvan zijn mijn gasten vanavond. Ze zijn net klaar met hun opleiding Fashion en Design aan het Rijn-IJssel College. Een applaus voor Jill Wanders en Dennis Bijleveld. Welkom, neem plaats. Ja. Hoi. Jullie zijn dus net geslaagd. Ja. Gefeliciteerd ten eerste. Hoe waren de afgelopen 4 jaar om te beginnen bij jou, Dennis? Nou, ontzettend leuk. Anders had het geen 4 jaar geweest. Nee, ik ben begonnen aan het mbo omdat ik kwam van de academie. En ze hebben mij geadviseerd om mbo te gaan doen. En daarna terug te komen. Dus ik dacht, ik doe wat de academie het beste denkt te vinden voor mij. En toen ging ik naar het mbo. Toen kwam ik bij Jill in de klas en toen hebben we gewoon 4 hele leuke jaren gehad. Dus die klik onderling die was er ook gelijk? Ja, meteen. Dag 1. Hoi, ik ben mijn vriend. Ja. Okay. En hoe heb jij die 4 jaar precies ervaren? Want ik snap, dus die klik was er, dus wat dat betreft was het natuurlijk al gelijk leuk. Heel leerzaam. Mijn eerste schooldag moest de naaimachine aanzetten. Zei Dan van, sorry Jill, je hebt je naaimachine verkeerd om. Dus Jill zei, waarom zitten alle knopjes bij mij aan de achterkant? Ja. Omdat dus, van de naaimachine nog nooit op mijn naaimachine gezeten. Dus veel geleerd. Want ik kon dus helemaal niks. En gewoon hele collecties gemaakt en zo. Dus, Je had net al wel een beetje verteld hoe je bij het Rijn-IJssel terechtgekomen was. Hoe zat het bij jou? Was het moeilijk om de opleidingskeuze te maken? Nee, ik kwam van het VMBOT af. Dus ik kon sowieso, ik wou naar een academie, maar dat kon niet door mijn niveau. Toen had ik 2 keuzes. Of ik ging nog 2 jaar HAVO doen.
Of ik ging 4 jaar naar MBO mode doen, wat ik echt leuk vond. Dus ik dacht, ja, ga liever 4 jaar werken in het vakgebied wat mij leuk lijkt dan nog 2 jaar wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis. Oké, en de keuze voor het Rijn-IJssel College, want er zijn natuurlijk meer scholen die modeopleidingen geven. Dat was voor mij nog wel omdat het weer wel dichtbij zat. Want ik was er niet zo, Arnhem, weet je. Ik denk, laten we eerst Arnhem proberen en dan zien we wel verder. Maar wel blij dat ik het heb gedaan. Dus. Praktisch gezien dus. Ja. Oké, zijn jullie na de opleiding of tijdens de opleiding ook bezig geweest met andere projecten? We hebben in het eerste jaar samen een collectie gemaakt voor de Modenacht. Hebben we daar mee gedaan. En ook kregen we te horen dat er een soort van podium was waar ontwerpers zelf een collectie konden laten zien. En wij dachten, nou, kom. Gaan we doen. Doe dus toen hebben wij vier dames en twee heren looks hebben laten zien. En ja, dat was toen gewoon heel erg experimenteel, maar achteraf was het wel heel goed ontvangen en goed gelukt. En, verder nog meehelpen met de Modenacht. Ik heb stage gelopen bij een winkel die in de Modenacht zit, dus ik heb met de Modenacht meegeholpen. En dit jaar gewoon met de Modebiennale sta ik in de Eusebiuskerk, daar is de vintage sale. Ja. En er zijn ook in het modekwartier is ook weer van alles. Ja, en we hebben 2 jaar geleden hebben we geholpen bij de Modebiennale. Met expositie, met paspoppen aankleden. En, we hebben voor school uit wel veel projecten die dan wel van school uit worden aangeleverd. Of dat er een vraag komt van, zijn er mensen die dit willen doen? Mm-hmm. En daar hebben wij wel veel, een keer voor een co-op eindejaarsbeurs hebben we 2 outfits gemaakt. En nog een keer voor een bunzel, beurs, eigenlijk alles wat gevraagd wordt, hebben wij wel een soort van ja tegen gezegd. Ja. Oké, nou is het natuurlijk ook, jullie geven al aan, verschillende projecten die er geweest zijn. Ja. Bij een opleiding hoort natuurlijk ook een stage. Ja. Stageperiode, hoe lang, waar hebben jullie stage gelopen? De eerste stage hebben we ook met z'n tweeën gedaan, dus een beetje vaak samen. Alles met z'n tweeën? De eerste stage hebben we dus, we werden gevraagd, ze hadden 2 mensen nodig om kleren te maken voor een musicalproductie. Dat is een integratieproject tussen kinderen. Ja. Het zit bij het dorp in Arnhem. Ja. En daar zitten er ook in rolstoelproducties en die doen integratieprojecten tussen kinderen met een beperking, kinderen zonder beperking. Ja. Zodat die niet zo vervreemd worden als ze terugkomen van de revalidatie of zo. En daar maken ze voorstellingen mee, maken ze muziek mee. En ze gingen een musical maken, Peter Pan. En hadden ze mensen voor nodig die de kostuums konden maken. Dus en toen werden wij als eerste jaars, één dag in de week gingen we daarheen. En we kregen eigenlijk gewoon hier, zeiden, je hebt een budget, je moet een begroting maken. En ontwerp maar. En je moet zelf stoffen halen, alles zelf Peter regelen. Pan, veel plezier. Je moest natuurlijk wel aantonen, bijvoorbeeld schetsen maken. Zo van, dit willen we ongeveer doen. En dan zoveel meter hebben we nodig. En dat is zoveel geld. En dan moeten we zoveel geld mee hebben. Naar de markt gaan. De markt. En dan, op zich ook wel een heel groot compliment natuurlijk als jullie als eerstejaars in die zin dan al gevraagd worden. Ja. MBO-studenten worden natuurlijk met de Modebiennale ook wat meer in de picture gezet tegenwoordig. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja? Ik denk zelf dat het een goede stap is om het MBO wat meer te belichten, omdat toch veel de nadruk wordt gelegd op de academie. En ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met intelligentie of je kunst kan maken of niet. Dus ik zie mode dan als kunstrichting. Mm-hmm. En ik denk dat het dan niet belangrijk is of je dan HAVO gedaan hebt en daardoor op een academie zit. Of dat je een MBO hebt gedaan of MAVO hebt gedaan of theoretische leerweg. En dan op het MBO komt. Ik denk dat daar geen verschil in zit. Misschien in interpretatie van inspiratie, maar... Ja, het is de creativiteit die er natuurlijk... Ja, daarom. Dus ik vind denk dat het goed is dat er zowel op het MBO als op het HBO... Want het wordt wel een beetje, als mensen vragen op welke school zit je dan? Ja, ik zit in Arnhem, zit je op Artes? Nee, en dan is het eigenlijk al... MBO, maar... Ja, en dan de standaard, dat ze eruit gaan. Ja, precies. Maar mensen op MBO kunnen ook gewoon prima kleren maken. En die zijn technisch ook heel goed en daar wordt veel aandacht aan besteed. En ook patroontechnisch zijn we ook veel bezig. En we krijgen ook gewoon design en inspiratie. We krijgen in principe alles hetzelfde, alleen dan op een misschien iets minder intensief. Ja, je gaat er minder diep op in. Bijvoorbeeld. Het is meer op praktijk gericht en de theorie erachter is dan dus gewoon wat milder. Ja. Zou er ook naast de biennale meer aandacht moeten zijn voor mbo-studenten in het algemeen, maar ook mode- en fashion-mbo-studenten? Mbo in het algemeen mag voor mij sowieso wel wat meer aandacht aan gegeven worden. Ja. Want ik denk dat daar... ik denk dat er heel veel mensen niet doorhebben wat de kracht is van het mbo. En dat is misschien ook een beetje mijn
Ik ben het afgelopen jaar best wel veel mee bezig geweest, met best wel veel mensen in gesprek geweest om hoe je het imago van het mbo kan verbeteren. Ja. En dat het eigenlijk wel ligt aan de mensen die op het mbo zitten, wat die uitstralen. Dus dat je meer daarna moet gaan kijken hoe het mbo zichzelf beter neer kan zetten. En niet zozeer dat andere mensen een licht moeten werpen op het mbo, maar dat wij zelf als mbo'ers meer ook moeten uitstralen dat wij ook wat waard zijn. Ben je het daarmee eens, Jill? Ja, ja, want ja, jij bent de mbo'er en het is ook een beetje van, ja, je kan het ook wel moeilijker maken voor jezelf. Ja, het is wat je er zelf van maakt, weet je. Je kan gewoon even van, ja, oh, ik moet naar school, weet je. Weer een schooldag, ik kan gewoon, ik weet wel dat het voor mijn toekomst is, weet je. Gewoon dag tot 10 op school werken, dat soort dingen. Maar jullie zijn nu natuurlijk klaar met de mbo-opleiding. Wat gaat nu een beetje het vervolg zijn? Wordt het gelijk werken of toch de stap naar het hbo? Ja. Wij gaan lekker naar Rotterdam. Met z'n drieën. Nog een andere vriendin van ons, die is ook afgestudeerd, aangenomen. En we zijn bezig om met appartementen zoeken. Oké. Okay. Vandaag hadden wij gehoord dat we definitief geslaagd zijn. Dus super. Ja, dus... en dan, welke richting precies in? Nog specialiseren in de mode? Of? Nou, volgens mij is het vooral wel breder het eerste jaar. Ja, je begint het is gewoon net als de kunstacademie hier in Arnhem, dat je... je wordt gewoon heel breed opgeleid. Dus van model tekenen, ontwerp, technisch, experimenteel, kunstgeschiedenis krijg je modegeschiedenis. Dus het is gewoon een kunstopleiding. Ja. En hoe je daarin... ik denk dat wij al best wel een eigen stijl hebben, maar dat het, als je gaat doorstuderen, gewoon belangrijk is dat je openstaat voor nieuwe dingen. Ja. En dat is wat je leert op een academie. Ja. Ik weet niet of je per se nu al moet kiezen waar we voor gaan. Nee. Ik vind het alles leuk. Ik kan ook wel in de loop van de opleiding komen natuurlijk. Ja. Maar om even bij jou te blijven, Dennis, want je bent mbo-uitblinker geworden. Ja. Gefeliciteerd. Zelf ook blij met de titel of heb je zoiets van het had niet... Ja, daar ben ik heel blij mee. Natuurlijk ben ik heel blij mee. Het heeft me heel veel opgeleverd. Het heeft me ook een heel ander mens gemaakt. Maar ik ben ook wel weer blij dat ik dat het nu... Het is een jaar... Ik ben een jaar lang mbo-uitblinker geweest. Ja, dat is wel genoeg. Ja, ik ben op zich wel blij dat ik nu weer een soort van in de grijze massa kan. En weer niet zo met mijn hoofd overal bovenuit hoef te steken. Nou, maar... het is gewoon examenjaar en gewoon wel veel tijd. Mensen aanspreken naar bijeenkomsten. En weet je, in je examenjaar. Ja, het gaat... Ze letten op de uren. En dan, je moest je hele examen op school maken. En ik ging afstuderen in twee richtingen. En toen kreeg ik daar die titel bij als mbo-uitblinker. En ik ben daarvoor best wel veel naar andere scholen geweest. En heel veel gesprekken gehad met bestuursleden van school ook en van andere scholen over veranderingen die in het mbo plaatsvinden of plaats kunnen gaan vinden. Ja. En aan de ene kant is dat heel fijn, omdat er heel erg van je verwacht wordt dat je een mening hebt over wat je doet en waarom je alles doet. En je moet met je eigen verhaal heel vaak naar buiten komen. En dat maakt je wel op zich een sterker mens, omdat je moet gewoon sterk in je schoenen staan, omdat je elke keer vanuit jezelf moet spreken voor heel veel mensen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor, dat ik dat allemaal heb geleerd in het jaar. Oké, maar je gaf ook aan dat je ook enigszins veranderd bent als mens. Kan je daar nog kort even uitleggen? Ja, ik ben wel zekerder geworden, want ik was altijd best wel onzeker. Ik was altijd een beetje de vreemde. Een beetje raar en of apart. Je eigen stijl. Ja, en dat werd in mijn ogen werd dat nooit zo erg gewaardeerd. En toen ik op het mbo kwam, hoefde ik niet meer per se iemand te worden. Maar ik was gewoon nog wie ik was. En dat is eigenlijk alleen maar gestimuleerd. En ja, als dat dan in het laatste jaar wordt beloond met... je wordt de uitblinker überhaupt van Rijnijssel... en dan later landelijk dat je de titel krijgt... dan, ja, dat streelt je ego wel. Oké. Okay. Ja. Twee weken geleden hadden jullie ook een show in de Eusebiuskerk. Ja. Daarvoor was een catwalk show georganiseerd, de Best of MBO. Jij hebt daar gelopen. Jullie hebben daar allebei geshowd. Ja. Wij waren er ook aanwezig en daar hebben we een filmpje van. En daar gaan we even naar kijken. Show. Is het iets wat nodig is? Is er te weinig aandacht voor mbo-studenten? Er is altijd te weinig aandacht voor mbo-studenten. En we zijn ook ontzettend blij dat we vanavond al die verschillende mbo's, die 8 scholen die hun beste kandidaten hier naartoe hebben gestuurd. En dat we ook kunnen zien wat in heel Nederland speelt, behalve in Arnhem. Waarom doe je mee? Heb je een keuze om mee te doen? Of... Ik werd uitgenodigd. Elke school, mbo-school, mag 2 leerlingen uitzoeken. En ik ben daar 1 van geworden. Dus... ja, ik ben vooral uitgekozen, maar ik vond het zelf natuurlijk ook heel erg leuk dat ik uitgekozen werd. Wat zijn de kwaliteiten van de mbo'ers die we hier zien? De kwaliteiten zijn dat het mensen zijn die heel goed hun creatieve inslag kunnen gebruiken, maar daarnaast ook heel goed weten hoe een kledingstuk in elkaar gezet moet worden. Wat de concurrentie is, welke ontwerpers hier nog meer mee doen, waarvan je zegt van nou, dat is wel een gewaagde tegenstander.
Ja, ik heb wel een paar dingen voorbij zien komen. Het zag er allemaal heel goed uit. En zeker voor de mbo-opleiding vind ik dat toch echt goede dingen tussen zitten. Zit er een verschil in, of een duidelijk zichtbaar verschil in tussen de outfits van mbo's en van hbo's? Ja, bij een mbo-opleiding zul je vanavond zien dat het toch heel veel al draagbare kledingen zijn dan die je bijvoorbeeld op een attestshow ziet. Omdat zij op een andere manier kijken naar mode. En dat hoort ook bij een hbo en dit hoort bij een mbo. Ik heb een collectie gemaakt. Het zijn 4 outfits laten zien. En ik ben geïnspireerd door het noorden van Europa. Ik zag daar vooral veel strakke vormen en vloeiende lijnen terugkomen. Dat heb ik geprobeerd te combineren in 1 collectie. Dus je ziet vooral veel vloeiende stoffen, maar ook weer stevige stoffen met hoekige vormen. En ik heb ook een beetje de minimalistische stijl en de clean stijl geprobeerd in mijn collectie te brengen. Dus veel coole kleuren en ja, denk een beetje aan koperkleur, donkerblauw, wit. Dus dat is een beetje een omschrijving van mijn collectie. Modebiennale Arnhem heeft het schort uitgeroepen tot het meest fetischistische kledingstuk. Bubble Q heeft een schort ontworpen en we gaan even een kijkje nemen. Hoi, ik wil graag een mango bubble tea. Natuurlijk. Ja, dankjewel. Ik ga eens even proberen. Smaakt goed. Smaakt goed. Hey, ik zie dat je een schort hebt buiten hangen. Kunnen we er even naar gaan kijken? Natuurlijk. Nou, we staan bij het schort. Kun je eens vertellen hoe je eigenlijk in contact bent gekomen met de modebiennale? Nou goed, ik woon al een tijdje in Arnhem. De modebiennale wordt elk jaar georganiseerd en het is een internationaal evenement. En ik heb sinds 8-9 maanden nu een zaak hier in Arnhem. Ik vind dat wel een evenement waar wij een onderdeel van willen zijn. En ik heb er op de website gelezen, er zijn ook verschillende media waar er toch veelvuldig is geadverteerd over de MoMA. Oh, jij dacht meteen, ik ga meedoen, ik ontwerp een schort? Zeer zeker, aangezien wij ook een schort zelf dragen tijdens de werkzaamheden, leek het ons wel leuk om daar een schort voor te ontwerpen. Hey, kun je me wat vertellen over het schort? Wat kan ik erin terugzien? Wat voor tint heeft het? Bubble Tea is een compleet nieuw concept, een compleet nieuw product ook op de Nederlandse markt. Dit is ook de uitgelezen mogelijkheid om dat dan ook te laten zien aan een breder publiek. En ook het fashion publiek wat zeer zeker ook het interessant vindt om nieuwe dingen uit te proberen. En zoals je kunt zien komen eigenlijk alle elementen komen erin terug. Dus de beker zelf, de rietjes, alle smaken die we eigenlijk ook hebben, maar er zijn nog veel meer smaken. We zijn ook de eerste in Gelderland, dat hebben we ook nadrukkelijk in terug laten komen. En goed, je ziet ook de Aziatische tint waar het eigenlijk vandaan komt. Het komt oorspronkelijk uit Taiwan. Zoals je kunt zien is het een zeer kleurrijk al geheel. Hoe kijk je zelf aan tegen de modebiennale? Wat vind je er eigenlijk van? Nou goed, het is een internationaal evenement en dat is iets, voor Arnhem is dat zeer zeker wel iets heel groots. Het is ook niet meer, of tenminste het is vanaf 7 juni als ik me niet vergis tot 23 juli. Nou, dat is best een lange periode en goed, wat het wel doet is dat het Arnhem zeer zeker op de kaart zet. En waarom is volgens jou juist Arnhem daar een geschikte stad voor? Ik bedoel, het had ook in Utrecht gehouden kunnen worden. Ja, dat klopt. Vaak worden wat grotere evenementen in steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag gehouden. En Arnhem heeft toch een rijke historie, vind ik zelf. En het is eigenlijk net een beetje tussen een stad en een iets minder grote stad in. Dat geeft een hele aparte identiteit. En dat is waarom Arnhem zeer geschikt is, naar mijn mening. En waarom is eigenlijk nou voor jou het schort een kledingstuk wat fetish uitdraagt? Wat vind je daar zelf van? Nou goed, het heeft wel iets wat eigenlijk Duitsers is. Het is iets wat je ervoor draagt, dus dat maakt het eigenlijk fetish.
Dus juist omdat je het voor je draagt, verberg je dan iets? Nou, het is niet verbergen, maar het niet onthullen, misschien. En dat maakt het spannend? Zeer zeker. Ik heb de bubbeltje net gehad. Hij is echt heerlijk. En met de squirt voel ik me echt helemaal thuis hier. Dus ik denk dat ik hier vaker kom. We gaan terug naar jou, Robin, in de studio. En Michel, welke balletjes vond jij het lekkerst? Die harder of die zachtere? Als kind had ik toch liever de harde, want die stuiteren beter. En meteen heb ik liever zachtere, want die bijt je makkelijker door. Oké. Ja, bij mij vielen die zachtere ook beter, hoor. We gaan verder, want we zagen natuurlijk als eerste filmpje het filmpje van de Best of MBO. Verschillende landelijke MBO-studenten lieten daar hun mode zien eigenlijk aan het grote publiek. Nou, jullie waren daar ook aanwezig, maar van de overige studenten, wat vonden jullie er qua werk heel erg uitspringen? Begin het even bij jou. Ik vind het wel dat meisje, wat op beeld was, ik weet haar naam niet, maar dat was een van de collecties die mij wel was opgevallen. En er was ook een meisje die had met wat meer een grafische outfit. En dat viel wel op. Ik weet niet, het leek een beetje op een skelet. Ja, die had volgens mij met een 3D-printer dingen gemaakt. Ja, die extern leek het wel op het, ja. Dat soort van zwarte onderlijfjes met witte. Ja, ja viel, volgens mij viel was het 3D-geprint. Ja. Want wij waren zelf met onze eigen show. En de show die daarna kwam, best wel bezig. Dus ik heb ook totaal niet eigenlijk opgelet. Ik heb ervan gezien. Uit de klas heb ik nog dingen niet van gezien. Want het was en onze eindshow. En ja, precies, mensen van onze klas waren gewoon dingen van hebben gemist. Maar het was en onze eindshow en de best of. En dat was allemaal op één dag. En dan moest je daar repeteren, moest je met je eigen show repeteren. Dus, Het was een beetje huis, maar ik was wel onder de indruk over de diversiteit die er was. Wat ik vaak zie bij, wat ik voorgaande jaren was heb gezien bij afstudeershows, dat je dan ziet dat er een bepaalde lijn is in het afstuderen, dat iedereen een beetje hetzelfde denkt. En ik vond het wel tof dat er heel veel verschillende dingen waren. Omdat je ook, ik hoorde dan wel, want het was Anja die zat de hele tijd achter het gordijn voor te lezen waar iedereen's collectie op gebaseerd was. Ja. Dus dat kon ik wel horen. En dat er heel veel mensen verschillende inspiratiebronnen hadden. Sommigen heel erg uit de natuur, sommigen heel erg naar de toekomst gericht, sommigen heel grafisch of heel erg op de grondstoffen gericht of op stofbewerkingen. En dat vind ik wel, wel leuk om te horen. Veel diversiteit, dat is wel. Heb jij wel iets meer van de show gezien eromheen? Of eigenlijk? Wel bijna hetzelfde verhaal. Ik heb wel wat gezien, maar ik heb niet van alle afgestudeerden uitgebreid even zo. Nee. Ja, zei ik eigenlijk gewoon geen tijd voor. Zo druk geweest de hele dag. Drukste dag. Ja, in het interview zagen we namelijk ook Rikst, waar we mee aan het praten waren van het Leeuwarden College. Er waren dus ook meer studenten. Van welk college min of meer vonden jullie de werken het beste uitkomen van wat jullie dan wel gezien hebben? Oh ja, dat is dan van die Rikst. Ja, die bedoelde ik. Een aantal kledingstukken van mij staan geëxposeerd nu bij het Mobile Lab. En zij heeft daar ook kleding gebracht. Dus die staat daar ook geëxposeerd van haar. En zij komt uit Groningen inderdaad? Of waar komt ze vandaan? Leeuwarden. Ja, ik wist dat ze kwam al helemaal was de hele dag onderweg. Ja. Nee, maar ik was wel heel erg onder de indruk, omdat zij ook heel erg kunstzinnig vond ik het wel. Omdat ze met dat koperdraad en dat ze echt dingen extern, los van de kleding nog die ze gemaakt had, had ze een sieraad wat ook heel erg een uitspraak deed, wat ik heel mooi vond. Oké. Denk je ook weer hetzelfde over? Ja. Nou, jouw ontwerpen liepen daar natuurlijk ook. Ja. Werden geshowd door verschillende modellen. Ja. Daar hebben we ook een aantal foto's van. Die willen we heel eventjes naar gaan kijken. Zijn er al op het scherm? Kan je ons wat meer vertellen bij de foto's die je ziet? Dit is eigenlijk de jurk waar mijn hele collectie op gebaseerd is. De basisjurk. Ja. Met de print op de jurk die heb ik zelf ontworpen met Photoshop. En ik heb hier eigenlijk... Ja, dit is eigenlijk de huid van een sterke, zelfbewuste vrouw. Dat heb ik geprobeerd neer te zetten en daarom is het zo aangesloten, helemaal strak en glad en lang silhouet. Mooi idee er ook achter. Ja. Gaan we even naar de volgende foto. Nou, dit is de jurk die daar achter op de pop zit. Oké. En daar heb ik... in principe is mijn ideale vrouw is gewoon een lange, slanke... Nou, eigenlijk Jill is mijn muze. Dus in mijn hele collectie, elke outfit, zou in principe op Jill kunnen. En ik heb dan gekeken naar... Ik zie Jill heel vaak, dus ook als we naar bijvoorbeeld een festival gaan, als we iets hebben, bijvoorbeeld we zijn allebei uitgekozen om Uitblinker mee te doen met die verkiezing. Ja. Als we daar dan met z'n tweeën heen gaan, dan we doen heel veel verschillende dingen samen. En zo kan ik eigenlijk voor elke outfit wel een situatie bedenken waarvan ik denk, oh dat is
Dat past er heel erg bij. DJ voor dat moment. Dus dat, ja. Oké. Okay. Even kijken. Wel, deze springt er ook echt uit natuurlijk. Ja, dit is een beetje mijn zeemeerminnen outfit. Zo heb ik hem in mijn hoofd van tevoren al bedacht. En ik zag hem eigenlijk voor me, terwijl Jill gefotografeerd werd voor Hoed. Oh, ja, zo zag ik zag eigenlijk een foto voor me dat Jill op een rots lag bij de zee met heel lang blond haar, met allemaal parels erin en blond haar wel. Mooie dingen. En dan deze outfit. Dus daarom heb ik die outfit gemaakt. Dus die, ja, die gewoon omdat ik een plaatje in mijn hoofd had, dat moest worden. Dus dat is het geworden. Ja. Nou, die staat hier op de pop. Ja, is een beetje gecombineerd inderdaad, het rood tegenover de plaat. Over de achterkant wordt die. Hier komt het bont naar voren. Ja, dit is een sjaal die komt ergens anders ook nog aan een jas. Die kan je afritsen en dus ook zo dragen. Ja. En ja, ik moest van mezelf bont in mijn collectie hebben. Of nee, niet per se echt bont, maar ik wilde de uitstraling van bont hebben. En ik heb toen gekozen voor echt bont van het Fur Lab in Amsterdam, waar ik ook stage heb gelopen. En ik heb daar heel veel verschillende technieken mogen leren kennen die me geïnspireerd hebben om met bont te gaan werken. En sowieso met leerwerken, dat heb ik dan dit jaar voor het eerst gedaan met afstuderen. En dat is ontzettend dankbaar. Want het ziet eruit als heel veel dieren die hiervoor zijn, maar het is zo bewerkt. Nee, het is echt bont. Ik heb een blauwe jurk met bont ook. En even kijken of die... Ja, de achterkant. Ja, helemaal achteraan is die. Maar dat lijkt echt een bontjas. Met ontzettend alsof er vijf vossen voor zijn doodgemaakt. Maar dat is één vos die ik allemaal in hele kleine stukjes heb gesneden. Klinkt heel goed bij dit. Maar oh ja, het klinkt heel goed. Oké, het is een lap leer met aan de andere kant haar. Schiffels. En die heb ik in allemaal kleine stukjes gesneden. Van 1 centimeter bij 3 centimeter. In totaal zijn het 880 stukjes. En die heb ik allemaal met de hand zo erop gezet. Ja. Waardoor je nog wel een heel vol effect hebt. Maar waardoor je niet... De vastheid of ja... Ja, de vastheid van de dichtheid van het bont is zo vol dat het niet uitmaakt als je gewoon een halve of 5 centimeter ertussen hebt. Omdat het haar zo ver uit elkaar gaat staan dat je toch weer de hele oppervlakte opvult. Ja, het bedekt het gewoon in zijn geheel. En, Oké, duidelijk. Jullie hebben natuurlijk, wat ik al net vroeg, verschillende ontwerpen gezien van diverse studenten. Ik vraag misschien nu een beetje naar de bekende weg, maar welke student denken jullie dat er echt heel ver gaat komen in de toekomst? Buiten jullie twee gaan we vanuit natuurlijk. Oh ja, dan zeg ik Carly. Ja. Maar die heeft niet meegedaan met de Best of MBO. Want, ik kan haar geen naam noemen. Ja. Dus dat, gewoon dat meisje. Dat meisje, ja. Zij gaat ook naar de academie in Arnhem. Ja. En ik denk dat zij het gewoon heel ver gaat schoppen. Ja. Na de beste of MBO was er natuurlijk nog die andere show die jullie ook gelopen hebben. Hoe ging dat voor jullie gevoel? Onze show, nou, ik was echt ontzettend tevreden. We waren zelf verantwoordelijk voor het regelen van de hele show. En last minute hebben we eigenlijk, omdat onze vorige locatie gecanceld werd, konden wij in de Eusebiuskerk. Dus hadden wij ineens een prachtlocatie. Ja. En voor de rest denk ik, zolang de frontstage niks mis is gegaan, is de show gewoon goed geweest, toch? Oké, want we hebben ook nog wat foto's van jou, zie ik. Ja. Waar we eventjes naartoe gaan, mag je ook wel even wat commentaar bij geven? Ga er even snel doorheen. Ja, dit zijn een paar. Ik ben afgestudeerd met 20 sets, dit is er één van. Mijn idee was gewoon een keer minimalistisch, gewoon wel een beetje een klassiek meisje neerzetten. Ja. Is gewoon gelukt. Open hals. Wat je niet ziet, de achterkanten die zijn overal heel slim. Ja, niet slim, maar dat is zo ontworpen dat er hier geen schoudernaad zit. Het is allemaal weggelegd en het is heel minimalistisch eigenlijk. Op een mooie manier weggewerkt ook. Okay. Dit zijn meer wat donkere tinten. Ja, mijn hele idee achter de collectie was, ik ben met donker begonnen, de eerste 4 items. En daarna ben ik eigenlijk naar wit en allerlei tinten wit en ook een paar roze tinten gegaan. Want ik wilde gewoon een... Een beetje winterwonderland creëren met mijn kleding. En een keer geen heel donkergrijs, geen zwart, geen grauwe kleuren. Gewoon wit. Gewoon een beetje positief gevoel meegeven. Positief gevoel, zeg maar. Beetje, maar wel in de najaarsrichting eigenlijk. Liederwij Edelkoort, de curator van de Biennale, zat natuurlijk ook in het publiek. Heb je dat als heel spannend ervaren? Nou, ik wist eerst niet dat ze zou komen, maar daarna kwamen wel mensen, na de show kwamen mensen naar me toe en Sjaak Hulleken was er en Lieve Edekort en ze zeiden wel dat ze wat aan het gebaren waren naar elkaar en dat het niet negatief was, maar... Ja, kijk. Ja, ik zat backstage en ik zag op het televisiescherm, zag ik Sjaak zitten
En een vriend van mij die mij aan het helpen was, die zei, oh, Sjaak is er ook. En hij zal wel met zijn moeder zijn. Want die wist dus niet dat het Lidl Edelkort was. Dus, en ik zei, nee, dat is Lidl Edelkort. En na afloop van de show kwam ze nog heel even naar me toe en zei ze dat ze het allemaal heel goed eruit vond zien. Dus dat, ja, ik had überhaupt niet verwacht dat ze iemand aan ging spreken. Ja, dat is toch wel een heel groot compliment. Ja, dat vond ik vond het ontzettend leuk dat ze er was en dat ze zei dat ze het mooi eruit vond zien. Dat is gewoon voor ons allemaal een groot compliment. Ja, gewoon als ze überhaupt, dat ze aanwezig was. Ja, precies. We zijn alweer bijna door onze tijd heen. Voor jullie is natuurlijk nu ook de vakantie begonnen. Wat gaan jullie precies in de vakantie doen? Even in het kort, beginnen bij jou, Dennis. Ik ga 30 juli naar Malawi en daar ga ik 3 weken lang een school bouwen. Samen met mijn ouders en mijn broer en mijn zusje en nog een aantal mensen uit de kerk van mijn ouders. Oké, ja. Maar voordat het erin gaat, gaan we naar Rotterdam verhuizen. Ja, en lekker schilderen, installeren. Dus lekker voorbereiden voor de nieuwe opleiding. Ja. Precies. Ja. Oké, okay. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst? Ja, dames en heren, Jolanders en Dennis. En dit was hem dan, ook gelijk de laatste aflevering van Fascination. Nogmaals, ik bedank mijn gasten Jill en Dennis voor hun komst. En niet alleen Jill en Dennis, want ik wil natuurlijk ook even mijn co-host Michel bedanken. Prettige samenwerking de afgelopen 3 uitzendingen. Ik heb hetzelfde ervaring, Robin. Bedankt. Mooi. En wij hadden hier natuurlijk niet kunnen zitten zonder de hele techniek hier omheen. Even 1 groot applaus voor al die mensen hier.